welkom weer bij een nieuwe unboxing video van Make by Siem. Ja, dit is een beetje een apart ding. Ik sta namelijk nu achter mijn bureau. Mijn filmbureau. En daarom wiebelt het een beetje, want ik zit nu aan de doos. Ik heb gisteren een bestelling gedaan bij Desiree, bij sieradenenzo.nl. En dat waren... vier bolletjes vol. En nog iets anders. En ik heb nog een donatie gedaan voor Veron. Daar kun je alle informatie van vinden op de site van Desiree. Een fantastisch mooi project waar zij aan meedoet. Of die zij ook steunt, zeg maar. En via een donatie kun je haar daar ook bij helpen om te steunen. Toen zag ik gisteravond dat het pakket al verstuurd was. Toen zag ik staan 8,76 kilo. Toen dacht ik, dat is vast een foutje, dat kan niet. Toen zag ik de afmeting van de doos, 60 bij 40. Toen dacht ik, hè? Ik weet niet hoor, maar dat is wel, het was wel een heel groot ding wat ik dan besteld heb. Volgens mij is die niet zo groot. En toen dacht ik ineens van, hey, wacht eens even. Ik heb een keer meegedaan met een... Desiree was lekker aan het opruimen en zo. En toen heb ik iets gewonnen bij haar. Zeg maar iets wat ze op haar pagina gezet had. Toen dacht ik, misschien heeft ze dat nu opgestuurd. Want eigenlijk zouden we een afspraak maken om... Ik ben hier hoor, ik sta hier echt zo. Maar kijk hoe dicht ik er bovenop zit. Ik heb denk ik 10 centimeter, nee 4, 5 centimeter ruimte onder mijn camera. Kun je nagaan hoe groot deze doos is. Anyway. En we zouden een afspraak maken en dat komt er elke keer niet van. Dus ik denk dat ze dat nu meegestuurd heeft. Althans, dat vermoed ik. Anders zou ik het echt niet weten. Dus ik ga deze doos nu aan de bovenkant hier met mijn grote vriend openmaken. Ik heb al een krukje aan de zijkant neergezet. Ik wilde sowieso een unboxing video doen hiervan. Sorry dat ik zo wiebel met mijn camera. Want ik wil heel graag laten zien wat ik gekocht heb. Gewoon zo leuk. Oké, nu moet ik de doos draaien. Oh jongens, dit is echt niet normaal. Zo groot als die doos is, hè. Niet normaal. Zo, hij is open. Maar om hem nu open te kunnen maken, zodat ik erin kan kijken, moet ik hem van mijn bureau aftillen. Want anders lukt het niet. Dus dat ga ik nu even doen. Zo, dan zie jij weer een koud bureau. Zo. Ik maak hem open. En daar zit een... Ja, daar zit de factuur zit erin. Van wat ik gekocht heb. En dan zit er een lieve brief bij. Lieve Siem, ik dacht, doe je poef erbij. Koffie drinken doen we echt wel een keer. Dankjewel voor je bestelling en tot zaterdag. Ja, want zaterdag is er de beurs in... Oh, ik sloop mijn kamer. Zaterdag is er een beurs, de Breidaag, in Amsterdam. En ik ga zaterdag naar DCG toe. Ik ga samen met Lennart. Dus degene die het ook leuk vinden om zaterdag naar de Breidagen te gaan. Ik zal er ook zijn. Ik weet nog niet precies hoe laat ik er ben. Ik ga wel proberen om in ieder geval 2, misschien 3 momenten te laten weten. En dat laat ik dan weten via de Facebookgroep. Made by Siem Headquarters. Hoe laat ik waar ongeveer op de stand van Desiree ben.
Zoals je dan zin hebt om langs te komen, kom langs. Kun je even een babbeltje maken. Hartstikke leuk. Dus aankomende zaterdag 25 mei 2019 in Amsterdam. Ik zal de gegevens van waar de beurs is hier beneden in de beschrijving van de video achterlaten. Desiree, leuk! Leuk, ik heb zo zin om je weer te zien. En ik vind het super tof dat je de poef erbij gaat. Mijn vermoeden is bevestigd. Zo, zo gaaf. Oh, hij is zwaar. Daarom was die doos natuurlijk ook niet te tillen. Kijk, dit is hem dan, jongens. Oh, gaaf. Ik heb namelijk in mijn kamer hierboven heb ik een soort van werkruimte voor mezelf gemaakt. Dat is de plek waar ik hier nu zit met mijn filmen. En ik heb nog mijn computerplek, dat is de werkplek. En daarachter, ik heb een soort van kast. En daarachter heb ik voor mezelf de chillhoek gemaakt. En heb ik een heerlijke, lekkere stoel gezet die ik van mijn ouders gekregen heb. Daar staat mijn koffie en Chica staat daar. Zoals de mensen weten die mij vaker volgen, dat is mijn pop. En daar wil ik deze poef ook neer gaan zetten. Lekker in mijn chillhoek. Echt super blij mee dat je er is. En ja, ik wil je heel graag zien. Echt hoor. Serieus. Ja. Jullie zo lang om een afspraak te maken, dus dat snap ik wel. Hoe ga ik dit doen? Ik doe dit even off camera. Of ga dit versneld afspelen of zo. Oh, ik zie hem al. Oh. Yes. Nice. Oh, die is nog mooier dan ik dacht. En zwaar. Wauw. Nou, even van mijn bureau af. Ik krijg de plastic er niet af. Oh, nice. Zo, dat is een bevalling, zeg. Wauw. Dit is echt, waanzinnig. Ik ga proberen om... Kijk, waarom kan hij nog? Ja. Twee kanten kun je hem gewoon gebruiken. Nice. Die kant zo. Ik ga proberen om daar in mijn chillhoek een mooie foto van te maken. Ik weet niet of dat gelijk lukt met deze video. Maar hij is zwart. Dit is even zwart, dit gedeelte zo. En dit andere gedeelte hier is zwart met een wit streepje er doorheen. En oh, hij is zo mooi. Zo, zo mooi. Dankjewel, lieve Desiree. Ik ben daar heel heel erg blij mee. En ik hoop dat je hem snel een keer komt bewonderen. In mijn kamer hierboven. Je weet, hè, de uitnodiging staat. We moeten alleen nog even samen een date plannen. Oké, die hang ik even aan de, die doe ik even aan de kant. Zo. Ja, en dan ga ik laten zien wat ik daadwerkelijk gekocht heb. Ik heb gekocht deze. En nog een doosje. En, oh, kijk dit aan. Laat ik die nou net van de week ook gehad hebben. Een lekker snoepje van onze Wendy. Met een mooie stekenmarkeerder erbij. Ik ben gek op de stekenmarkeerders van Wendy. En daar staat op, handmade. Even die doos aan de kant hoor. Dus die zit erin. Dan heb ik voor een project, waar ik nog niets over ga zeggen, heb ik speciaal bij Desiree deze vier bollen besteld. En ik weet niet zeker of ik die van het wit alle twee nodig heb.
Maar deze twee, kijk hoe ontzettend blij deze kleuren zijn. En als ik het mij goed herinner, heten deze twee kleuren vrolijk. Toch? Dat zeg ik goed, toch? Als ik het niet goed zeg, en het is een andere kleur, het is nummer 554, nummer 12. En het is een andere kleur, dan zet ik het hier neer. Maar volgens mij was dit de kleur vrolijk. En inderdaad, de kleuren zijn super vrolijk. En daarbij ga ik gebruik maken van dit garen. Dit is de Style Crafter Special DK. In de kleur white. Het is gewoon wit. Dus die heb ik besteld bij Desiree in haar webshop op sieradenenzo.nl. Die heb ik erbij gekregen. En dan heb ik nog iets besteld. Iets wat ik wat al langer op mijn wensenlijst staat. Ik heb inmiddels een garen paraplu. Niet een hele goede, dus ik wil ooit nog een keer een goede kopen. Maar voor nu voldoet die voor mij prima. Ik heb bij Desiree, nou niet zelf gekocht, maar deze heb ik van Desiree. Dit is de grote bolmolen van Opri. Die kan je kopen bij Desiree. En als je een bolmolen wilt kopen, dan vind ik dit echt een aanrader. Super, super, super fijn. Ik heb eerst zo'n goedkope variant gehad. En ja, daar had ik echt elke keer ruzie mee. En deze, oh, dit is echt, nou ja, Valhalla. Dus die had ik al. En nu zag ik dat zij in haar webshop deze had. Dit is de wol unwinder, zoals ze het noemen. Een wolhouder. Super, super gaaf. Daar ben ik dan ook heel blij mee. Ik heb een aantal wolletjes. Waarvan ik het gewoon fijn vind om ze vanuit de binnenkant, zeg maar, hè, de draad eruit te halen. Maar ook een heel aantal wolletjes waarbij het niet zo fijn is om hem van de binnenkant uit te halen. En daar kan je dus, zeg maar, gewoon deze, de bol gewoon op die garenmolen zetten. Rolt hij die niet door je kamer heen. Maar wil je nou weten hoe je hem beste kunt gebruiken? Heel toevallig, want ik wist niet dat ze dat ging doen. Heel toevallig heeft Vonne gisteren, Vonne van Vonne's Creaties, uiteraard, gisteren een review gepost met haar wolhouder. Overigens dezelfde. Dus als je wil weten hoe die werkt, ga dan even naar de video van Vonne. Die zal ik aan het einde van deze video even linken. Wil je er ook een kopen? www.sieradenenzo.nl. Goeie service. En fantastisch ding. Ik ga hem nog uitproberen. Ik ga er geen review van maken, want dat heeft Vonne al gedaan. Dus ik ga hem gewoon lekker gebruiken. Super, super blij mee. Ik ga de poef niet nog een keer in beeld brengen. Ik ga jullie beloven dat ik binnenkort nog een keer een... ik denk niet dat het nu met de video gaat lukken. Een foto plaats van mijn chillhoek. Waarin je kunt zien dat ik inderdaad mijn poef daar heb staan. Dus Desiree, je bent een schat. Dankjewel. En die bak koffie gaan we echt doen, hoor. Of het nou hier is, bij mij, of bij jou. We gaan in ieder geval zaterdag ga ik je zien. Ik kijk enorm naar uit om je weer even lekker te knuffelen. En iedereen die ook wil gaan zaterdag, ga gewoon lekker. Gezellig. Hartstikke leuk. Dankjewel voor het kijken. DCG, super bedankt. Echt super lief. En tot de volgende video. Geniet. Dag.